doet hij. En ook met dat... Ik dacht dat het een Keltisch feest was. Ja, we kunnen, iedereen is verkleed hier morgen, dus jij ook nou. Oké, we doen een stemming. Wie wil er roodkapje met roodkapje? En wie wil er roodkapje zonder roodkapje? 2. Of wie wil er helemaal geen roodkapje? Met roodkapje? Ja, ja, but I am president Robert Mugabe. En I claim this election. En I won the election. There will be no roodkapje. Sprookje. Kom op. Geen idee wat hij erover heeft. Nou, dat is goed. Hij gaat zich omkleden. Als jullie roodkapje roepen, komt hij vanzelf op. Let maar op. Roodkapje. 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 Ik ken een nummer toch? Groen, die hebben net een spetterend optreden gegeven. En ik ga eens eventjes deze heren de hemd van het lijf vragen. Spreekwoordelijk. Mag je hem aanlaten? Maar ik moet zeggen, het zag er wel uit alsof jullie het echt heel heet hadden op het podium. Want ondanks die enorme hitte, hebben jullie gesprongen en gedanst. En ja. Nou ja. We waren dan ook heel blij geweest als je inderdaad ons echt letterlijk de hemd van het lijf hadden gevraagd. Want dan hadden we wat cooler gezeten dan nu. Maar nee, dat is Paternoestgroen. En dan vergeten we wel eens dat er ook wel eens temperaturen in Nederland zijn van 30 graden. Want toen we deze outfits hadden uitgezocht, toen was het een hartje winter. Toen dacht ik, oh lekker, zo'n lekker warme broek. Gewoon zo'n lekker warme Jimmy shirt, weet je wel, lekker heet. Maar dat was een grote vergissing. Volgend jaar ga ik gewoon in mijn BH. En jullie hebben ook allemaal Keltische liederen naar het Nederlands vertaald? Veel wel. Dus heel veel oorspronkelijk traditionele Keltische melodieën. En sommige dingen zijn zelf gecomponeerd, maar lijken Keltisch. Dus daarom ook heel herkenbaar. Mm-hmm. We hebben er eentje van Peter Koelewijn gejat. Half. Dus, en heeft hij daar wat over gezegd? Dat vond hij leuk. Ja? Dat vond hij leuk. Tenminste omdat we hem gecombineerd hebben met een hele oude Galicische melodie uit Spanje. En dat we het gecombineerd hebben met een hele theatershow van Peter Koelewijn. Maar of het nou Galicisch is, dat weet ik niet. Het kan ook Catalaans zijn. Maar in ieder geval Spaanse Keltisch melodietje. Doe ik nog mee eigenlijk? Dat dan. Kom even in dat bakje zitten. Dan ben ik jij, Ronnie Plades. En jij, lange Tony. Johnny High. Johnny High. En Ronnie Plades. Dat is van Megalunie. Commissaris Migrain en Toby gaan op een gegeven moment undercover bij een motorbende. En dan is de agent Toby is Johnny High. En commissaris Migrain is Ronnie Plades. Wat weet je dan? Kut. Hij heeft kinderen van 2 en 3. Oké, ik wou vragen, is dat komt dat omdat je kinderen hebt of vind je zelf... Ik heb 3 kinderen. Okay. Van 21 en van 4 en van 1. Oké. Okay. Dus. In ieder geval 21 kijkt niet meer, vindt hij niet leuk. Ja, die kijken alleen naar mee gemiddeld dan zelf. Kom maar nou in dat bakje of niet? Ja, ik zit met zo'n bakje in mijn reet. Zo. Oké, okay, hij blijft toch daar zitten. Wie is te bang voor de boze wolf? Wie is te bang? Wie is te bang? Voor de boze wolf, wie is te bang? Wie is te bang? Voor de boze wolf, wie is te bang? Wie is te bang? Ik ben al van kind af aan fan van Samson en Gert. Kabouter Pop, Piet Piraat, Wizzy Woppy, maar ik kan het niet gek genoeg. Hij komt uit België. Kom ook uit België, ik ben een Belg. Kan hij verder ook niks aan doen. Maar ik zag ergens dat jij er 10 jaar bij zit. Ja, en voor ieder ander zou zeg maar een band die 10 jaar bestaat, dat zou wel heel lang zijn, maar jullie bestaan al iets van 27 jaar. Ja. 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 En dus, nog steeds dus niet zat. Nee. Als ze het zat zijn, dan halen we er weer een andere bij. Gooi er één uit en halen we er een andere bij. Ja. Maar wat is nou het raarste wat jullie ooit is overkomen op het podium? Op het podium? Je bent nu hier op Kaalsenvest en er lopen natuurlijk ook al behoorlijk wat. Rare mensen rond.
Wat is dat geweest? We hebben een keer, dat was een soort verrassingsact. Ik weet niet of je dat gefilmd hebt, maar we hebben een soort Braziliaanse samba stukje, zeg maar batucada stukje met die trommels en zo. Toen had de drummer, want die heeft connecties in die scene, had twee danseressen. Weet je nog? Die hadden echt alleen maar een stringetje aan en zo'n draadje hier. Twee kokosnoten. En dan allemaal zijn veren achterop en op hun hoofd. En toen, nou, toen hebben we echt bijna niet kunnen spelen. Dan kwamen vanuit het niks kwamen die op en die gingen dansen en die gingen helemaal... Ja, dat had je nooit meer kunnen raken, echt. Dat was schitterend. Dat vond ik een hele mooie. En de allermooiste anekdote is dat onze oude gitarist, Ad Grote, in een oogverblindende, hartverscheurende gitaarsolo bezig was. En dat was op een podium in een tuin, op een tuinfeest. En het podium was over een vijver gebouwd. En die vijver die leek heel ondiep, hè, zo enkel diep. Dus hij dacht, ik stap al spelend in die vijver, die enkel diepe vijver. En hij ging erin en hij verdween. Hij ging helemaal onder zo'n woei. En dat was zo absurd. Dus niemand van de band heeft meer kunnen spelen. Maar hij kwam weer boven en hij ging gewoon verder met zijn solo. Dus hij was de enige die nog aan het spelen was. En wij waren allemaal naast het podium van het lachen. Dus dat was mijn absurdste punt van wat ik ooit heb meegemaakt op het podium. En naast het podium toen ik er helemaal afgevallen was. Ja, dat was echt, dat vond ik, dat was hilarisch. Roodkapje, roodkapje. Ik zou net gaan zingen. Roodkapje, waar ga jij heen? Hij voelt of ik kom zingen, hè? Ja. Nou, naar oma. Oh, met mijn één. Ja, geïnformeerd, zeg. Zo, je hebt huiswerk gedaan. Ja. John Sheehan. Heel mooi, hè? Die speelde vannacht met ons mee. Ja, dat heet natuurlijk anders. Johnny Come Marching In. En Whiskey is Diamond. Johnny Hardly New. Dat speelde hij met ons mee. Het was een ontzettend leuke Whiskey is the Duivel speel. Heeft hij op de plaat Heimwee van ons heeft hij meegespeeld. Ik noem naast nog wat meer gastmuzikanten, want als je 27 jaar bestaat al, dan heb je natuurlijk met een hele rit van gastmuzikanten gespeeld. Nou, ja. Nog steeds heel goed contact met de BZB, de Band Zonder Banaan. We doen echt wel eens duoconcerten mee, daar spelen zij een set en wij. En dan doen we alsnog 8 of 9 nummers of minder of meer samen. Rapal, je moet nog. Ja, dat is echt heel zou eigenlijk vanavond doen, maar daar ging ze niet van gekomen. Nee. Maar wat wel leuk, je komt heel veel leuke bandjes tegen. Ja. Bijvoorbeeld dat is ook een Iers bandje, met die vrouwelijke violist, met die hoed. Ja, Filthy Nelly. Hebben jullie daarvan gehoord? Kom echt, nee, dat is ook een heel leuke folkbeentje. Ja, leuk hoor. Ja, en leuke beentjes. Je hebt in Drenthe leuke beentjes die tegen. Ben je daar nooit van gehoord hebben, die kom je dan tegen. Ja, dat vind ik leuk. Dat is het leuke eraan. Er zijn heel veel Engelstaligen, zoals Scrum en zo. Die natuurlijk, en er zijn er heel veel van in Nederland. Scrum zit een beetje met de hoofd boven dat maaiveld. Maar onder dat maaiveld zitten er ook heel hele mooie beentjes tussen. Die gewoon, ja... Omdat het best wel veel bandjes zijn die dat in dat genre in die vijver vissen zijn, die komen er dan niet boven drijven. Maar die zijn er echt heel veel. Hit schrijven.
Zo in de trant van Sneeuwwitje of zo. Of Rapunzel. Eigenlijk Joost is een soort vervolg erop. Dit is met de carnaval goed gedaan. Dat is toch wel weer kolderiek en humoristisch, maar ik denk niet dat dat verstandig is. Ik weet het niet. Nee. Weet je, Roodkapje is, hoe oud is Roodkapje? Die loopt al bijna met een rollator, die is 21 jaar. Roodkapje zelf is 27 jaar, dat nummer spelen we al 27 jaar. En ja, daar, kijk, je doet het altijd leuk op dit soort festivals en eigenlijk overal hoor. Als je ergens komt waar de mensen met je rug naar je toe, hun rug naar je toe staan en je speelt Roodkapje, draai je zich om en vanaf dat moment wordt het feest. Dus dat, dus ja, het werkt altijd, maar... De vraag is meer of Nederland zit te wachten op een nieuwe Roodkapje. Ik denk het niet. Ik denk het wel hoor. Denk het wel? Ja. Doe eens een suggestie. Sneeuwwitje. Sneeuwwitje? Als Grietje misschien wel. Rapunzel, dan kun je ook gelijk Duitsland doen. Nou, we hebben wel toevallig twee weken geleden hebben we een nieuwe versie gemaakt van Roodkapje. Toen die wolf gevonden werd. Dat was een uitdaging van Bert Kranenborg, zeg maar. Ja. En die had ons uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken. Maar... Van de NCRV. Ja, van de NCRV. Ja. Ook hartstikke leuk om te doen, maar... Ja, als gimmick is het leuk. Ik vind hem zelf uitgekoud. Ja. Dus voor mij hoeft het niet. Maar, ach ja, als het ineens te binnen schiet, dan doen we het. Ja. Maar ik ga niet meer voor lul staan. No way. Toch niet? Nee. Wat zijn jullie toekomstplannen? Want jullie laatste theatertour, Caravaan, gaat die nog steeds? Of, die gaat volgend jaar in reprise. Oké. Okay. Ja. En het vervolg erop zijn we nu aan het schrijven. We zijn met Dick Houser, dat is een vrij bekende regisseur uit Amsterdam. Die Jantjes heeft hij gedaan. Die heeft heel veel van onze theatershows ook geregisseerd. We hebben de afgelopen twee voorstellingen niet met Dick gewerkt, omdat we even wat anders wouden. Nu zijn we weer terug bij Dick en we zijn nu volle bak aan het brainstormen en aan het doen. Dus 2014, 2015 gaat dan een nieuwe theatervoor staan. En ondertussen gaan we natuurlijk al die kastelenfestivals af. Hé, bellen jongens. Dat zijn onze toekomstplannen. Nou. En gewoon muziek blijven maken tot het op is. Tot het op is, ja. Dat is goed. Nou, mannen. Hey, dankjewel. Veel succes. En jullie veel plezier nog. Fijne dagen. Met de Kastelfest en zo. Dus. Wie is de bang voor de boze hoofd?